De pinautomaten van de Rabobank zijn in het Rijk van Nijmegen tegenwoordig tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends gesloten. Dat doet de bank om plofkraken tegen te houden. De laatste tijd heeft de Rabobank hier meerdere malen mee te maken gehad. We sluiten de geldautomaten tussen 12 en 6. En eigenlijk doen we dat als, als, als preventieve maatregel omwille uh, om, om, om van omwonende mensen, uh, om beschadiging van panden tegen te gaan tegen mogelijke plofkraken die je in het land nu ziet. Uh, je ziet het veelvuldig bij allerlei banken, niet alleen Rabo, maar ook ING, ABN Amro. En helaas uh, moet ik dan ook maatregelen treffen om preventieve maatregelen te nemen. Uh, ten behoeve van uh, schade aan panden en, en omwonenden. En we gaan dat ook doen uh, bij panden waarvan wij denken uh, dat de constructie van de panden misschien wat, wat, wat minder is dan andere panden. Dus dat doet ook wel iets met de omwonenden, maar ook schade aan de panden zelf. Dus we kijken ook naar de constructies van panden en we hebben ook onderzocht waar wel en waar niet. En wij zijn de beschadigingen ook het grootst, mocht er een plofkraak komen. We hebben zeker overwogen om niet te sluiten, omdat je ook mensen dupeert. Uh, toch de, de veiligheid van mensen, van omwonenden, vinden we een, een groter goed dan uiteindelijk zeg maar, de consument die we daarin benadelen. Uh, op zich tussen 12 en 6 wordt er niet zoveel gepind. Maar uh, bijvoorbeeld studenten is wel een doelgroep die je daarmee deels uh, dupeert. En daar hebben we zeker bij stilgestaan. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen voor uh, het uh, terugbrengen van de risico's voor uh, wonenden in, uh, in de dorpen dan wel in de stad.